Vijf leerlingen van het KWC vertrokken half februari voor 8 dagen naar India voor een educatieve en maatschappelijke reis. Alex, Charlotte, Kira, Rohan en Bart hebben daar met docent Danielle verschillende scholen bezocht en kennis gemaakt met de Indiase cultuur. Inmiddels zijn ze weer terug in Nederland. Marjolein Verhalle sprak met de leerlingen over wat ze daar nu precies hebben gedaan en geleerd. Wie ben je en in welke klas zit je? Ik ben Rohan Talwar en ik zit in H4D. Ik ben Bart Schellin en ik zit in H4A. Ik ben Alex en ik zit in T3B. Ik ben Charlotte en ik zit in H4C. Ik ben Kira en ik zit in H4D. Oké. En jullie zijn naar India geweest. Vertel, wat hebben jullie daar gedaan? We hebben tempels bezocht om de cultuur van India te kunnen ontdekken. En ook de scholen om de verschillen te kunnen zien tussen Nederland en India. En dat is eigenlijk maar een hele bijzondere reis, Alex. Ja, ik vond het een erg mooie reis om te maken. En ook leuk om het met school te doen. Ja. Wat was het meest indrukwekkende? De kinderen op de Paridma Foundation. Ja. De Paridma Foundation, wat hebben jullie daar dan gedaan? Ja, daar hebben we geholpen met lessen en gewoon gekeken naar de lessen. En India is een heel ander land. Wat was nou het allergrootste verschil met Nederland? De weg. De weg? Ja, het was, zeg maar, ze maakten van 3 banen, maakten ze er 5. Oh. En leerden scooters en brommers allemaal op de snelweg, dat soort dingen. Dat was wel leuk. Wat kunnen wij nou leren? Want we zijn hier volgens mij dan best wel verwend vergeleken met Indiase begrippen. Wat kunnen wij nou leren van zo'n land als India? Ik denk dat je gewoon dankbaar moet zijn wat je nu hebt. En daar heb je heel weinig geld. En hier heb je veel beter onderwijs en de wegen zijn gewoon goed en daar moet je gewoon blij mee zijn. Wat hebben jullie gegeten daar? Pittig. Ja. Nee, we zijn eigenlijk iedere avond zijn we uit eten geweest in restaurants daar gewoon in de buurt van ons hotel. En daar hebben we vooral pittig en lekker gegeten. En je buik, deed die het dan daar goed? Want het is wel... Mijne wel. Mijne wel. Bij wie ging het minder goed? Nou, van 13 andere kinderen. En wat maakt nou dat jullie met z'n vijven van het KWC zijn gegaan? We moesten een brief schrijven met waarom wij graag mee willen en wat we daar willen doen als onderzoeksvraag. En daar hebben ze uitgekozen met de brieven wie de beste brief had en eentje werd ingeloopt. En wat was jouw onderzoeksvraag? Nou, wat is het verschil in cultuur en qua mensen tussen Nederland en India? Ze maken van dat ze niks hebben, zeg maar de arme deel. Maken ze iets en als wij niks hebben, zeg maar, dan hebben we uitkering en dan hebben we al veel meer dan wat zij hebben. Dus dat is het grootste verschil eigenlijk. Toen je terugkwam, toen zaten jullie heel mooi deze foto's te kijken. Welke foto vind jij het meest sprekend voor de reis? Ik denk deze. Ja, hier staan we allemaal mooi op en staan we hier met een groepje en... Het was een hele mooie kasteel. En... Heb je nu nog contact met mensen van die scholen? Of is dat gewoon, jullie waren daar en je zijn weg? Of heb je nu nog contact met ze? Nee. Mijn ouders gaan contact opnemen met die school om te kijken wat ze kunnen doen. Oh, dat is bijzonder. En waar denken ze dan aan? Er was een meisje en die was wel heel close met mij. En daar willen we waarschijnlijk schoolpakketten naartoe sturen en misschien financieel begeleiden. Wow. Jij weet ook wie dat was, Alex? Ja. En dat is zij. Ja, en ik heb dan vooral met een groep jongens en gewoon leuke dingen gedaan. Ze hebben me nagetekend, brieven voor me gemaakt. Ze hebben ook gewoon, ik kreeg heel snel brieven van iedereen om met allemaal leuke dingen erin. Dat ze het heel leuk vonden dat we er waren. En ook vooral toen we ook weggingen, vroegen ze zo van, ja, kom je morgen weer? Ja. En dat was eigenlijk zo van, nee, ja, volgend jaar dan, nee, waarschijnlijk ook niet. En ze waren gewoon blij met de kleinste dingen. En ook vooral blij met jou en dat je gewoon leuke dingen met ze doet. Super bijzonder. Nou, dank jullie wel dat we jullie wat vragen mochten stellen. En geniet vooral lekker na en neem het mee voor de rest van je leven. Want volgens mij was het een indrukwekkende reis. Ja. Dank jullie wel. En wat doe jij normaal op het KWC? Ik ben docent maatschappijleer en docent mensenmaatschappij. En hoe was het voor jou dan als begeleidster om mee te gaan met zo'n bijzondere trip? Nou, het is heel mooi om een jaar bezig te zijn met een reis organiseren en dat je dan in praktijk ziet hoe de leerlingen het ervaren. En ze vonden het allemaal heel erg leuk en bijzonder. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien.
als je als docent meegaat, dan zie je natuurlijk ook je leerlingen op een hele andere manier. Hoe is dat om daar een week bij te zijn? Ja, het is mooi om te zien hoe zij als groep een groep zijn geworden. En het is mooi om te zien hoe zij zich ontwikkelen. En je ziet in het begin zijn ze echt heel alert en wat gebeurt er allemaal. En na een paar dagen zie je dat ze zich al een beetje op hun gemak voelen en doorhebben hoe het een beetje werkt daar. Wat is de reden dat jullie dit als school hebben georganiseerd? Nou, wij zijn een ELO-school en wij vinden het belangrijk om de leerlingen kansen te geven om te leren van de wereld om ons heen. En India-reis is daar een goed voorbeeld van. En het is mooi dat deze 5 leerlingen die kans ook hebben gegrepen. Ja, en India-reis laat gewoon heel goed de leerlingen zien wat voor contrast er kan zijn tussen arm en rijk. En dat hebben ze gezien door diverse onderwijsinstellingen te bezoeken en bedrijven. Welke bedrijven moet je dan aan denken? Nou, we zijn naar Deloitte gegaan. Dat is natuurlijk een multinational die je in, over de hele wereld hebt. En we zijn naar een wat kleiner bedrijf gegaan die zich inzet om straatafval op te halen en te sorteren zodat het gerecycled kan worden. En dat is dan weer het andere uiterste. We hebben een heel rijk bedrijf tegenover een bedrijf die, waarbij de lonen gewoon heel laag zijn. En dan zie je ook de verbazing bij de leerlingen omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat zij voor zo weinig geld aan het werk zijn.